moet je alles gooien en alles tegelijk loslaten. Ook met handen. Een rokkentouw, hè? Ja. Ben je klaar? Zo, ja. Dit voor jou, van het hele team. Wat lief, wat lief. Ik ken alleen het liedje Ata Patata con el pan con leche pistachi. Oh, moet je of zoiets. Hier ben ik. En ik ben er absoluut niet goed in. Zingen. Nee, als je, oh, ik heb er zo'n ekel aan. Verschrikkelijk. Het is zo. Maar het moest wel toen de tijd. Wanneer? Toen ze dit aan het doen waren. Ja, daarom dus ben met ik het werken. Blij dat we niet meer in die tijd zitten. Als je kijkt naar de persoonlijkheid die je hebt nu als mens en je bent een Nederlander, welke rol zou jij hebben gespeeld in die periode van de slavernij? Dat durf ik echt niet te zeggen. Want stel je voor dat je wordt geboren met hele rijke ouders en jouw rijke ouders hebben heel veel slaven. Die leren jou hoe jij met slaven om moet gaan. Hoe zou jij de Nederlander duidelijk maken dat ze eigenlijk hier niet met de schepter kunnen komen zwaaien, maar dat ze met een open hart hier naartoe moeten komen om ook van ons te leren? Verdiep je eerst is in het land wat je bezoekt. Je hoort je te verdiepen in de geschiedenis. En wat daarbij komt kijken is dat wij leren in Nederland wel heel veel over Europa en heel veel over Nederland. En niet zo over Curaçao. Er wordt op de school. Denk ik weet je dat niet... dat moet eigenlijk? Ja, absoluut. Ik ga daar het koesteren. Ik koester het. Oké. Okay. Echt leuk. Wie is dit eigenlijk? Dit is toch niet Tula? Dat mag je zelf bepalen. Oké, okay, ja, voor mij is dit Tula. Voor mij is dit Tula. Ik zal hem koesteren.